waar zijn we? We zijn in Castricum aan zee. Op het strand. Op het strand. Kijk. Strand. Zee. En wij. En een enorme wind, hè? En een enorme wind. Maar het is op zich, de temperatuur is lekker. Hé, doe een chopmatje in, hè? Oh ja, doe een chopmatje in. Heb ik geleerd. Ja, precies. Cursus. Ja. En ook iets met een neus. Maar dat ben ik vergeten. Nog even nalezen. We zijn bij Truusje geweest. Ja. Mijn moeder. Die door de rug is gegaan en heel veel pijn heeft. En we hebben een beetje huishoudelijke dingetjes gedaan. En, ja, ik heb gestreken. Ja, Sanne heeft gestreken. Heel erg mijn best op gedaan. Ja. En ik heb onderbroeken gevouwen. Nee. Zo'n goede ervaring. Ja. En nou ja, dus zijn we dachten... Toen hebben we de deur opengezet. Want laat licht en lucht in de woning binnentreden. Wacht even, oh ja. Dan zal... krijgt u nooit geen schimmel in de schenen. Ja. Vraag me af of de kijkertjes dit goed hebben meegekregen. Ja, dat is dan een mooie kijkersvraag. het was ondanks de pijn... kregen we dus toch een mooie spreuk. Juist. En we dachten, nu we aan deze kant van het land zijn, moeten we ook wel even de zee meepikken. Oh ja. En, kijk, vandaar dat we hier zijn. Een hangglider, moet je eigenlijk even pakken, schat. Ja. Vind ik nog lastig om dan te weten of ik hem er wel op heb. Ja, moet je niet gewoon op het knopje drukken, dat je dan... Maakt niet uit. Oh, nou ja. Maar toch... Even aan Levina vragen. Ja, Levine. Maar toch grappig wat iedereen nog aan het doen is, hè, met dit bakken weer op het strand. Ja, ook aan het zwemmen, maar misschien... Gaan wij niet doen. Gaan wij niet doen. Wij gaan nu wijn drinken. Ja, nou ja, ik dan niet, maar we gaan wat drinken en een visje eten. Dag, vers uit de zee. Dat weet ik niet. Terug naar de studio. Nee.